Drie helden zijn vanavond door de gemeente Schouwen-Duiveland en de politie Zeeland in het zonnetje gezet. Zij speelden een grote rol bij het oppakken van de daders van de overval in Scharendijken van afgelopen maandag. Ze zeggen van dit is overval en toen heb ik eigenlijk meteen gebeld. En ik dacht ik ga het steegje in waar ze uitkomen, daar komen ze, gaan ze vanzelf weer terug. En toen stond ik met de politie aan mijn telefoon, terwijl die gasten voorbij renden, dus plus uit. Dus ik liep achter ze aan, toen kwam ik Patrick tegen en ik zeg, kom mee, gasten hebben de plus overvallen. Niet alleen Pat en Bastian hadden het door, ook Cynthia en haar man Joep hadden meteen door dat er iets aan de hand was. Het voelde al niet helemaal goed, ze waren eigenlijk wel een beetje verdacht stil achter mij. Ze liepen eerst achter mij en toen begonnen ze ineens te rennen, zonder geluid en zonder enig enthousiasme, dus dat vond ik een beetje vreemd. Cynthia rende daarom naar de politie om melding te maken van de jongens, terwijl Pat en Bastian achter de jongens aanrenden en met succes. Uiteindelijk heeft hij eentje voor het koepeltje staande kunnen houden. Ik liep over het strand achter hun aan en uiteindelijk heeft Cynthia en die agenten uiteindelijk, die kwamen hun tegemoet. Dus ze konden geen kant op, dus toen zijn ze het bosje ingedoken. Bastian bleef de hele tijd met de politie aan de telefoon om de signalementen van de daders door te geven. Maar dat ging niet altijd goed. Ik had dezelfde kleur kleren aan, dus ik werd op een gegeven moment zelf ook even neergelegd op het strand. hij deed zijn werk goed, hè, die agent. Het klopte, ik had dezelfde kleren aan als die jongens.